denk combineren is ook vaak waar het misgaat. En bij mij was het dan vaak in combinatie met blowen. Dat ik dan denk, oh... Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over veilig drugs gebruiken. Ik hou 3 dingen in de gaten. Druk, set en setting. Nou, nu zorg ik ervoor dat ik de dag daarna niks te doen heb. Nou, dat zijn er wel veel hoor. Ik zorg dat ik goed geslapen heb, dat ik lekker gedoucht heb, dat ik er goed uitzie, dat ik goed gegeten heb, dat ik genoeg informatie weet over de druk zelf, dat ik met goede mensen ben, dat ik in goede setting ben. Dus welke druk ga ik nemen? Hoeveel moet ik daarvan nemen? Wat kan ik een beetje verwachten? Ik zorg dat ik in een ruimte ben waar ik me chill voel. Dat is wel echt mijn nummer 1 regel. De set gaat echt over hoe voel je jezelf? Hoe zit ik in mijn vel? Hoe ga ik mentaal? Ben ik er klaar voor om de druk te gaan gebruiken? Waar je rekening mee moet houden voordat je drugs gebruikt, is dat je goed uitgerust bent. Neem die week gewoon je tijd in rust. Slaap veel, slaap goed. Eet ook genoeg en voldoende. En bereid jezelf voor op het gebruik. Weet wat het middel doet. Weet wat de effecten en risico's zijn en laat het testen. Van belang is dat je ook psychisch in orde bent. Dus als je wat angstig bent of je hebt een moeilijke, lastige tijd achter de rug, ga dan niet gebruiken. Ja, ik heb het best wel vaak laten testen. Eigenlijk altijd. Ik heb een keer iets gekocht bij een dealer en die zei, ja, 240 milligram, iedereen op bla bla bla. Dit festival ging keihard erop, hartstikke goed. Ik heb ze laten testen en er bleek echt maar 120 milligram in te zitten. Dus... Weet je, je kunt er helemaal niet van uitgaan als een dealer zegt zoveel zit erin. Kun je er helemaal niet van uitgaan dat klopt. Ik laat altijd mijn ecstasy testen, omdat ik dan gewoon weet hoeveel MDMA er in de pil zit. Dat maakt doseren ook makkelijk. Ja, het klinkt echt als een heel gebeuren, maar het is eigenlijk gewoon echt super simpel. Want je maakt een afspraak, of bij sommigen kan je zelfs gewoon langs. Je levert het in, een week later krijg je het resultaat en je weet gewoon dat het goed zit. Het gaat eigenlijk heel normaal. Je komt bij de testservice, je gaat zitten, ze stellen een paar vragen. Ze nemen een pilletje van je in en dan niet zelf, maar dat sturen ze dan op naar het lab. En dan 2 weken later kun je bellen met een nummer, dat geef je dan door en dan krijg je de uitslag. En dan weet je precies hoeveel werkzame stof er in je drug zit. Super handig en super fijn dat kan in Nederland. Nou, misschien heb je nog nooit je drugs laten testen en weet je niet waar dat kan of hoe dat gaat. Er zijn door het hele land inmiddels testservices waar je je drugs kunt laten testen. Dat is altijd helemaal anoniem. Je kunt daar alle illegale middelen waarvan je benieuwd bent van wat zit erin en hoeveel, kun je daar langs brengen. En daar werken mensen die goed zijn in voorlichting geven en die je van alles kunnen vertellen over de risico's, wat je ervan kunt verwachten. Maar ook wat bijvoorbeeld die uitslag van zo'n test, wat dat dan betekent en wat jij er dan zelf verder mee kunt. Ja, ik ben sowieso best wel een pussy natuurlijk, omdat ik altijd bang ben dat ik doodga met dingen. Dus ik probeer altijd wel heel goed uit te meten hoeveel ik kan gebruiken en zo. Ik denk dat waar het telkens misging, bij ervaringen waar ik spijt van heb, was dat ik mezelf niet de kans heb gegeven om die drugs rustig te laten inslaan of echt even te beseffen wat ik aan het doen ben. En dat ik gewoon ergens stond en dacht, jee, gooi het er maar in. Maar er zijn wel eens avonden dat ik wel eens doorgeslagen ben, want natuurlijk als je dan wat drugs op hebt, dan denk je, oh, kan wel meer. En dat ik wel eens de volgende dag in mijn zakje keek en dat het leeg was, dat ik dacht van, ja, shit man. Nou ja, ik heb dus 1 keer heb ik ketamine genomen in plaats van cocaïne. En toen had ik kunnen vragen wat er überhaupt op het spiegeltje lag. Dus ja, dat was natuurlijk gewoon oerdom. Ik had gewoon moeten vragen, hallo, wat is dit? Ik denk combineren is ook vaak waar het misgaat. Bij mij was het dan vaak in combinatie met blowen. Omdat ik dan denk, oh, dit is chill en dat het dan te veel wordt. Wat je nooit moet doen als je drugs gaat gebruiken is bijnemen om het nadelige effect op te heffen. Het versterkt eerder het nadelige effect. Ook andere drugs gebruiken om het effect tegen te gaan, leidt tot onvoorspelbare reacties en vooral tot meer schade van het lichaam. Ja, die 3 dingen dus in de gaten houden. Dus echt druk, set en setting, weet je. Zorg echt dat je weet wat je neemt, dat je het in een veilige en fijne omgeving doet en dat je zelf gewoon goed in je vel zit. Nou, gewoon nooit combineren, dat is 1 ding. En gewoon goed inlezen, bijvoorbeeld kijk naar spuitenslikken, kijk naar drugslab. Het is wel echt heel chill als je gewoon zoveel mogelijk weet over de drugs. En
Weet je, we hebben van spuiten en slikken en van drugslab hebben we echt best wel veel video's. Als ik me kut voel en ik heb zin om drugs te gebruiken, dan zeg ik echt tegen mezelf, nee, dat gaan we gewoon echt niet doen. Want het gaat je gevoel alleen maar versterken. Dus het is superleuk als je je goed voelt. En laat je ook niet opnaaien door anderen. Dat zeker niet, want dat gebeurt ook nog eens in de groep. Dus laat je ook nooit onder druk zetten door mensen om je heen. Ga niet mee in die groepsdruk. Kijk echt naar wat je zelf wil en wat je zelf prettig vindt. En het is gewoon zo relaxed als je aan het spacen bent of je zit aan de drugs en je herkent dingen. Dus je weet dat de ijsjes chill zijn. Het is gewoon fijn om houvast te hebben in plaats van dat je helemaal blanco ergens ingaat. En dat er een tripsit erbij is, ook super fijn. Mocht je slecht gaan, dan is er in ieder geval iemand waar je een beetje een houvast aan hebt, weet je wel. Die jou een beetje in goede banen kan leiden en je gewoon weer een beetje back on earth kan zetten. Verzamel gewoon zoveel mogelijk dingetjes, zodat je gewoon de avond zo fantastisch mogelijk kan maken. En niet maar gewoon random ergens instappen, want daar is het gewoon veel te heftig voor. Als je bang bent voor een drugs, moet je het eigenlijk gewoon niet gebruiken. Want je gaat dan ook angstig erin en dan ga je dat er ook uit krijgen. Dus ook begin pas aan een drugs als je er genoeg over hebt gelezen, over hebt gehoord. En echt een goed gevoel bij jezelf hebt van, oh, dit gaat echt leuk worden. Nou, als jij nou iemand bent die dus eigenlijk helemaal geen risico's wil nemen, of die het moeilijk vindt om de controle over zichzelf te verliezen, dan is het heel onverstandig om drugs te gebruiken. Maar ook als je bijvoorbeeld weet van jezelf dat je gevoelig bent voor het ontwikkelen van een verslaving of van andere psychische problemen. Als je kwaaltjes hebt, lichamelijke kwaaltjes, of mentaal gewoon even niet zo lekker in je vel zit. Nou, dan kan drugsgebruik dat eigenlijk alleen maar verergeren en versterken. Dus dan ook geen drugs gebruiken. Stel je wordt bij een festival gepakt, wat gebeurt er dan? Nou, ten eerste zal je waarschijnlijk door de beveiliger worden gefouilleerd. Als ze dan drugs bij je aantreffen, dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. Sommige festivals die pakken alleen je drugs af en die ontzeggen je bijvoorbeeld de toegang. Andere festivals die zeggen wel dat de politie moet komen. De politie zal je dan waarschijnlijk aanhouden voor het bezit van harddrugs en je meenemen naar het politiebureau.